We zijn hier rog aan het maaien. Het is vandaag 24 juli. De rog is vorig jaar gezaaid. In het najaar, in oktober ongeveer. En de rog is nu zover dat die geoogst kan worden. En het oogsten, dat doen we op de handmatige manier zoals het vroeger gebeurde. Het is inderdaad wel een beetje een vermoeiende bezigheid. Maar het is toch belangrijk, vinden we, dat we de cultuur in stand houden van hoe bepaalde technieken altijd gebruikt zijn in de landbouw. De rogge is in de jaren 50 gemechaniseerd, of de oogst van de rogge eigenlijk, is gemechaniseerd. Dus toen gebeurde dat al met veel meer machines. En in de loop der jaren is er in de landbouw zijn er andere gewassen gekomen die meer opbrachten dan de rogge. Dus eigenlijk is de rogge, de verbouw van rogge, ook helemaal verdwenen. Het gebeurt nog sporadisch. En nou staan hier mooie schoven. Ja. Maar wat gebeurt er dan met die schoven? Ja, de schoven, we maaien de rogge met de zig in de pikhaak. En dan wordt de rogge gebonden, dan wordt het schoven. En de schoven die worden opgeslagen, zeg maar. En in de winterdag dan wordt de rogge geoogst. Maar wij doen het vaak het jaar daarna om te oefenen voor de dorstwedstrijden. Er zijn meer groepen zoals wij die de cultuur ook bewaken. En in Drenthe, Groningen, Gelderland, de Veluwe met name. En hier in de regio Almelo, Bordenbroek, Raalte, Hellendoorn zijn overal dorstgroepen. En die vormen een team met z'n vieren. Drie dorsen er en één die vertelt hoe het dorsen in zijn werk gaat en wat het doel ervan is. En ja, zo houden we wedstrijden tegen elkaar of met elkaar, het is maar hoe je het noemt. En uiteindelijk kreeg je een Overijssels kampioen en een Nederlands kampioen. Zeg, misschien een onbescheiden vraag, maar zijn jullie wel eens kampioen geworden? Het wordt wel weer eens tijd. In 2010 zijn we Nederlands kampioen geworden. Dus die eer hebben we gekregen en ja, daar waren we heel blij mee. Dus ja, eigenlijk is het misschien wel leuk om het een keer internationaal te doen. Je had het over wedstrijden. Hè? Wanneer wordt het een Olympische sport? Ja, nou de huidige Olympische Spelen, dat is meer voor sport bedoeld. Als je roggenmaaien bedoelt en ook het dorsen van de roggen, dan denk ik meer aan ambachten. Zeg maar ambacht net als de metselaars, de bouwvakkers, de broodbakkers. Ik denk dat je de roggenmaaien en de roggendorsen meer onder die categorie moet schuiven als onder de Olympische ringen. Vorig jaar ben ik naar Indonesië geweest, 2019 was dat. Daar wordt de rijst eigenlijk op een soortgelijke manier geoogst als hier de roggen.